Het actieprogramma Groene Chemie, Nieuwe Economie bevat een mooi overzicht van alle technologische innovaties die van belang zijn voor het realiseren van een CO2-neutrale basischemie in 2050. Technologisch gezien is er veel mogelijk. De grote uitdaging wordt om deze innovaties op te schalen, zodat ze ook grootschalig kunnen worden toegepast in de industrie. Daarvoor zijn de juiste economische, financiële, logistieke, maatschappelijke en juridische condities nodig. Hier is nog veel werk aan de winkel. Op dit moment zijn veel businessmodellen, samenwerkingsprocessen, wetten en regels en financieringsconstructies nog gebaseerd op de oude economie. Er moet een transformatie plaatsvinden naar de nieuwe economie, waarbij sprake is van nieuwe circulaire businessmodellen, nieuwe financieringsconstructies, aangepaste wetten en regels en nieuwe samenwerkingsvormen. Daarvoor moet worden gedacht in andere termen, in termen van circulariteit, keteninnovaties, maatschappelijke waarde, draagvlak en burgerparticipatie. Ook is het van belang dat overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en financierders samenwerken om deze transitie te bewerkstelligen. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar technologische vragen, maar ook de input vanuit de psychologie, economie, financiële hoek en vanuit het recht zijn van belang om deze transformatie te bewerkstelligen. Tilburg University is een universiteit die is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen. Hier werken vele wetenschappers uit verschillende disciplines die graag hun steentje bijdragen aan het meedenken over deze vraagstukken en het bedenken van oplossingsrichtingen.